In dit filmpje gaan we je laten zien hoe je je eigen reclamefilmpje kunt opnemen met iMovie. Denk van tevoren even na voor welk product je een reclamefilmpje wilt opnemen. We kiezen voor iMovie. In iMovie zie je storyboard staan. Je ziet dan dat je allemaal onderwerpen hebt waarvoor je een storyboard kunt krijgen. Wij kiezen voor productaanbeveling. Ik zie nu dat ik een overzicht heb waar ik uit kan kiezen voor verschillende stijlen. Ik vind de poster wel een mooie stijl en ik kies voor maak aan. Je ziet dat je hier links in beeld nu een heel storyboard hebt staan hoe jij geholpen kunt worden met je reclamefilmpje. Als je nou denkt dat je een bepaald onderwerp niet nodig hebt, dan kun je hem gewoon verwijderen. Op deze manier kun je echt jouw eigen reclamefilmpje maken. Ik ga je laten zien hoe het werkt. Ik ga namelijk beginnen met de inleiding. Ik kies hiervoor een foto uit mijn bibliotheek. Ik ga het hebben over Rolf Connect. Vervolgens tik ik op het pennetje en dan zeg ik wijzig fragment. Ik kan op deze manier ook de titel aanpassen, de tekst die in beeld komt, eventueel het volume, doordat ik een voice-over heb. Ik kan een muziekje invoegen. Ik kan er helemaal zelf voor kiezen hoe dit opgebouwd moet worden. Ik pas nog eventjes de tekst aan, want ik ga hier Rolf Connect van maken. Rolf Connect coderen. Klaar. En vervolgens, nou, er hoeft van mij geen voice-over te zijn. Het is allemaal wat mij betreft goed. En op deze manier heb ik mijn eerste stukje gemaakt van mijn reclamefilmpje. Volgens mij kunnen jullie dat ook. Succes met het opnemen van je eigen reclamefilmpje.